We zijn nu een anderhalve week onderweg en ja, het wordt tijd om eens even wat van die camper te laten zien. Want het is een heel gezellig klein huisje wat uitstekend bevalt. Als we naar de achterkant kijken, dan zien we hier twee schitterende bedden. Eigenlijk vind ik het belangrijkste van een camper. Je moet goed kunnen slapen, lekker uitgerust wakker worden. Twee aparte bedden, maar er zit een trucje aan. Je kan één groot bed maken door deze uit te trekken. Kussen erin en je hebt een megabed. En als we dan het slaapgedeelte verlaten, dan hebben we hier nog de badkamer. Daar kan je prima in douchen. Ook heel gezellig, als de een in bed ligt, dan staat de ander lekker onder de douche. We hebben hier een toiletje. Het leuke is trouwens dat deze deur heeft een dubbele functie. Dus op het moment dat je de deur open doet, wordt dit een heel apart slaapgedeelte. Het toilet kan draaien, dat maakt het handig. Dan gaan we door naar de voorkant. Schitterende koelkast, ruim vriesvak. Werkt trouwens uitstekend. Het is iedere dag rond de 30 graden geweest en ijs blijft ijs, dus dat is heel wat waard. Keukentje, 3-pits gasplaat. Het fijne is dat de pitten lekker uit elkaar staan, dus er kunnen ook echt 3 pannen op, wat niet altijd het geval is. Ja, eigenlijk bergruimte genoeg. Wat mij betreft zouden er nog wat meer kastjes in mogen voor kleding en dergelijke. Maar ja, qua volume is het perfect. En dan hebben we nog dadelijk als verrassing de garage. En daar kan een heel gezin in, dus, maar dat zien jullie dadelijk. Wat ook leuk is, is het zitgedeelte. Voordat we met de camper weggingen, moest ik er altijd om lachen. De captain's chair, weet ik hoe ze dat allemaal noemden. Maar uiteindelijk, ja, het zit gewoon geweldig. Het is gewoon top. En het makkelijke is, met één knopje, één druk op de knop, kan de tafel, die kan alle kanten heen, zowel naar links als naar rechts. Dus je kan hier makkelijk met 6 personen met een regenachtige dag eten. De verlichting in de camper is geweldig. Er zit heel veel indirecte verlichting in, wat een hartstikke fijne sfeer geeft. Nou, je kan het al een beetje zien, de verlichting is zachte verlichting. In een mooi, strak, licht interieur, ja, het is geweldig. Nou, we zijn nu met de camper op vakantie en in tegenstelling tot met de caravan. En ik moet zeggen, het bevalt eigenlijk ontzettend goed. Toen de camper werd gebracht, waren we echt helemaal verrast door de ontzettend mooie grote garage die erbij zit. Aan beide kanten zit een deur. Eén kant is de deur wat groter dan aan de andere kant. De fietsen kunnen erin, er zitten mooie opbergvakken in. Er is echt plek voor alles wat je maar mee zou willen nemen. Er is verlichting in, echt fantastisch zo'n grote bergruimte. Het in- en uitstappen van de camper vind ik zelf nog wel een beetje lastig. De opstap is vrij hoog, in tegenstelling tot een caravan waar die vaak wel een verlaagde opstap heeft. Maar wat deze wel heeft, wat een erg leuk detail is, is het opstapje wat je heel makkelijk weg kan klappen. Dus dat vind ik wel heel erg handig. Met een druk op de knop is die weg en met een druk op de knop is die weer terug.